Wat is gaande? Wat is gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. Wat is gaande? Wat is gaande is een social media product van DTV Express. Is gaande. Wat is gaande is een social media product van DTV Express. Wat is gaande is in de studio's van MSD. En het is een speciale gelegenheid, want de drummer van Frenna die is in Suriname. En Love Messengers heeft dit moment aangegrepen om lekker met hem te gaan jammen. Els, welkom in Suriname. Ja man, ik ben blij om hier te zijn man. Okay. Hoe is het begonnen bij jou, het drummen? Er waren veel tegenslagen uiteindelijk door motivatie en doorgaan in jezelf geloven, ben ik mezelf gaan trainen in mijn kamer. Ja, dus vanuit daar heb ik gewoon YouTube gekeken, geen les gehad. Geen les gehad, nee. Nooit één dag in les gevolgd? Nee, YouTube, filmen,
audio-opname thuis oefenen. Je kwam naar Suriname en je, althans in Nederland heb je al kennis gemaakt met de Surinaamse muziek. Yes. Onder andere de Kabula muziek. Ja, hoe zit dat bij jou, Kabula muziek? Voel je het? Ja, zeker, zeker. Ik voel het helemaal. Het brengt me helemaal andere... ja, maar die energie is goed, maar ik hou ervan. Ik hou ervan, zeker. Waar denk je dat het komt? Misschien van je Afrikaanse roots? Sommige dingen hoor je wel terug in, want ik kom zelf uit Ghana. Een paar dingen hoor je wel ook wat Afrikaanse drummers doen. Dus Ghanese drummers in hun muziek. Dus je hoort het wel, je hoort wel ergens similar things. Dus ja, vanuit daar, zo daarom voel ik het. Dus alles wat met Afrikaanse dingen, afro te maken heeft, ik voel het gewoon gelijk. Ja. Je hebt Surinaamse muzikanten bezig gezien, je hebt Kaseko formaties bezig gezien, Kaseko / Kabula formaties. Is er eentje bijgebleven bij jou? Ik vind ze allemaal doper, maar bijvoorbeeld La Rouge ken ik vaker. Omdat bijvoorbeeld waar ik speel, spelen zij ook. Aptijd heb ik wel van gehoord. Hoe vind je die drumsessie van Aptijd? Ja, goed hoor, goed hoor, goed hoor. Hoe vind je die van Love Messengers? Helemaal top. Hoe vind je die drummer van Love Messengers? Ja man, hij is geweldig, geweldig. Of je wat kan leren? Zeker wel. Ik hou ervan om dingen te leren, snap je? Dus dit is out of my comfort zone. En dat is wat ik ook eigenlijk in Nederland, in Suriname, overal waar ik ben, zeg ik dat ook van, hey, out of your comfort zone, there's where success lies. Dus hey, alles wat te maken met out of your comfort zone, daar ben ik, man. Mm-hmm. Ja, man. Je bent dus niet bang voor uitdagingen? Nee, ik lach er juist om. En dan weer, ik zeg mezelf gewoon, ik kan het. Geen maar 20 of 5 minuten zelf, ik doe het gelijk voor je. Ja, man. Ja, man. Zeg maar, Love Messenger speelt en de drummer van Love Messenger is even naar het toilet te gaan en de guys vragen je om wat te doen. Rollenbollen bijvoorbeeld. Ik zou even gelijk zweten, gaat gelijk een zweet komen, maar uiteindelijk doe ik het toch. Gewoon doen. Je hebt rollenbollen daarnet gedaan. Hoe vond je dat? Ja, hoe vond je jezelf? Het was een uitdaging, ja. Die boys moeten wel zeggen wat ik voor vond, maar ja. Guys, hoe vonden jullie hem? Ja, toch? Ja, man. Ik heb mijn best gedaan, maar ja. Ik zei ze net ook, geef me 20 minuten met alle breaks. Ik speel het gelijk voor jullie, man. Ja, man. Ja, man. Ik ben gewoon zo. Zien we je een keertje in een Kabula band en een Kaseko band? Wie weet. Wie weet. Wie weet. Wat zeg je aan de Surinaamse artiest? Blijf geloven in jezelf. Stick to your dreams. Dat is echt iets wat ik overal natuurlijk meeneem. Als je dromen voor, laat niemand je zeggen van je kan het niet. Want jij bent de key. Jij houdt de key vast. Maak de deuren open. Ja, toch? Blijf nog een beetje in Suriname? Of ga je binnenkort weg? Morgen ben ik weg, maar ik kom weer terug. Maar dan ga ik niet zeggen wanneer. Ik kom wel terug. Dat wel, daar blijf ik langer. Ja. Waarschijnlijk zijn de guys ook in Nederland meemaken. In de zomer. Er is een classy old school, een sexy classy old school opkomst met Damaru. Okay. En Michael Deira van Aptijd. Zou je daar zijn? Ja, nu dat je... Ik kom dan zeker. Welke datum is dat? 30 juli, oh ja, ja. 30 juni. Ik ben daar dan gewoon. Ik ben daar. Juli. 30 juli, 30 juli. Ik ben daar. Ik heb 30 juli niks, dus ik kom gewoon checken. Ja, toch, support altijd. Okay. We blijven je volgen, Els. 100%, maar major love. Zo, dat was de drummer van Frenna. Hij heeft een beetje gejamd met de guys van The Love Messengers. Hele uitdaging voor hem. Je hebt het zelf gezien. En abo is abdoer. Ai, abo je viering. Evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande.
Wat is gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. Het is dinsdagavond wanneer wij bij Michael Deyre aankloppen. Zijn band oefent vandaag en ik ga hem vragen waarom de band oefent. Ja, dat is toch geen vraag waarom update, ben. Update zo'n professioneel bent, heeft update oefening nodig. Luister naar Carlos, als je aan top wil blijven, in de top 3, moet je oefenen. En poolprof, Oefening Bart Kunst. Update, je gaat met de tijd moeten meegaan. Dat is al. Dus we moeten oefenen. Want meneer onderschat nog maar Carlos. Dus ik oefen altijd. Is het omdat er een tour opkomst is? Want ik zie een flyer op social media. Nou, dat ook. Op die extra tijd, omdat we dus on tour gaan, we hebben festival. En dan begrijp je dat die festival, je moet Suriname uitdragen. Dus dan kan je niet gewoon zomaar gaan, zeg, hey, met jongen, ik kras, dat ga ik niet. Voorbereiding moet up to date zijn. Wat is dat ding van Damaro? Ik zie hem op social media, zie ik die man dippen. Die man zegt, Michael Deyre, dit is speciaal voor jou. Mipsa 100. Nou, eigenlijk is het niet voor mij, Dama, want Dama Sabik Bataka is niet opgewassen tegen mij. Maar hij is opkomend. Dama, Abel Legacy Ba. Dus maar ik, wat ik wel wil zeggen, die gasten van Nederland moeten opletten. Een Klauw, Isaac, die mannen van Afjong, die van Zware Guys Rookie. De man dat moest let op. Want Unu, ook Westeren, Sani, Wisani. En dat gaan we moeten presenteren daar in Nederland. Dus gaan twee ambassadeurs naar Holland? Zeker. En volwassen ambassadeurs. Het is weer na 2 jaren? Na 2 jaren, ja. Gaan we compleet met Ben. Want Europa kan naar Den Borsu? Nou, Europa, ja. Want we gaan naar België, Nederland, zowel Frankrijk. Je ziet het al. Wallo, nieuwkomer die in update. De nieuwe generatie. En die wat Wallo boys mee bekomen. Op leeftijd. En soms willen ze, dus zijn ze niet actief bezig. Want met corona moesten we andere dingen doen. Want Tumango vindt baan, andere baan. Maar update plus blijft gewoon bestaan. Old school? Zo heet die party sexy, old school, classy old school. Ik zie die oude jongens erbij, ze bedoelen dat ze ook zullen meedoen met die tour. Gaan ze ook mee? Ja, op het tijdje hoort het al compleet met een Leo, een Tabalo, alle de boys. Dus je krijgt vanaf Sensasuli boeken, zinger, alle dat soort nummers dat ik zie. Maar de laatste, je kies ook toe. Napoli, je gaat voor deze maatrappen in Europa? Nee, dat is zo'n tijdens, maar we willen ze laten zien van overlap idee van oud naar nieuw. Wie sabe toch? Dus dat zijn we bezig. We hebben ook een paar nieuwe jongens binnen acht liederen. Minang Astuf van Kauru. De rest mag niet oud. Nee, de rest mag niet oud. Dat is het geheim dus? Ja. Minang Astuf kan. En dat houdt me jong. Hoe zit het programma eruit van die tour? Nou, we hebben een aantal optredens, maar commercieel. We hebben festival Antilliaanse feesten, dat nou af de Morobiji festijn. En Rono. We hebben het gezegd. En we hebben een paar privéfeestjes. Meer privéfeestjes. Als mensen jullie willen contracteren voor een privéfeestje, een verjaardag of zo, kan dat? Ja, ze kunnen ook maar bellen. Dan wordt het geregeld, wordt het gedaan. Doxa Production, Poppodium. Je kan Love Messenger bellen, zowel update. Okay. Om terug te komen op die party. We gaan even reclame maken voor die party zelf. Hoe komt men aan de kaarten? Hoe ziet die line-up eruit? Nou, er zijn kaarten nu alvast online. En het wordt een party als een party. Vanuit Suriname hebben we Damaro en de Love Messenger. Compleet. En update compleet. Met al die oude jongens. En we hebben ook een paar gastzanger en zangeres. Dat is dus die verrassing die jullie meenemen uit Suriname? Ja, maar dat wil ik nog niet verklappen wie of wie. Hoe zit het met de kaarten? Hoe kan men aan een kaart komen? Oh! Ik hoor naar online, hè? Online. Update page, zowel Love Messenger page. Je zet nog een pap, een knop en dan heb je je kaart. Dat moet op tijd zijn? Op tijd, vol is vol. Haasje mensen, omdat die minuutin contra concerte in Nederland. Michael, je kan takken naar Europa, praat met Europa. Want die tour is upcoming. Europa? Ik heb niet veel te zeggen, jullie zijn het al gewend. Tak op tijd, kijk, met ik bananga, dat wordt ook alle paspoorten. Express? Ja, toch alle paspoorten, visum, alles zijn dek compleet. Mensen, haasje, koop je kaarten. Die gasten, Klauw, IJsselijk, al die jongens, Anees, let op. Komen jullie les halen, moet je les aan die dat. Papa komt.
We komen naar Nederland. Maar ze grapje, samen staan we sterk. Dus soms met harde boy. Maar samen staan we sterk. We gaan het moeten doen. We gaan zeer stranang. Waardige ambassadeurs van Damaru en de Love Messenger. Zowel update. Dus we gaan update een tijdje missen? Nou, niet direct missen. Juist is het goed dat die loon naar arbeid. Het wordt tijd dat jullie ook gaan oriënteren. Dus 2 jaren niet naar Europa gegaan, 2 jaren niet gereisd. Dus het is een beetje oriënteren ook. Ja. Aantasten weer, look vast aan, ik ga nieuw leven, nieuw normale segment. Dus dat gaan we niet doen. Heeft het gehoord van Michael Deira? Love Messengers en Update maken zich ready voor Europa. En die avond, die mooie avond van 30 juli in Ronne is dat. En daar is die sexy, classy, old school party. Met sowieso Michael Deira en Update. En ook nog die oude guys van Update en de Love Messengers. Het wordt een mooie avond. Mensen in Europa, haast je om je kaarten te halen. Natuurlijk bij de page van Love Messengers en de page van Update. Wat is gaande? Zomaar op een dinsdagavond bij de oefening van Update. Let's go!
Je evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.